Kinderen. De meeste mensen zijn er dol op, maar waar ze niet zo goed in zijn, dat is stilzitten. Dus, hoe maak je nou een mooi portret van een kind? Nou, daar hebben we natuurlijk een aantal tips voor en met deze tips een aantal accessoires. Dus nu eerst door naar de accessoires van deze week. Als eerst een continu lamp, een reflectiescherm, knuffels of speelgoed en koekjes of snoepjes. Kinderen, zeker jonge kinderen, die zijn nou eenmaal snel afgeleid. Dus om te vragen of ze even 10 minuten stil kunnen zitten zodat jij je licht op kan zetten, dat is wat veel gevraagd. Nou, daarnaast kunnen sommige kinderen ook wat verlegen zijn, zeker als ze je voor het eerst zien. Daarom is het goed om niet meteen te beginnen met fotograferen, maar wacht even. Pak niet meteen alles uit, maar kijk even hoe het kind op jou reageert en begin daarna rustig met het opbouwen van een lamp. Nou, een lamp in de huiskamer, dat is al best een flinke verandering. Dus kijk eerst even goed hoe het kind hierop reageert en als het allemaal oké is, ga dan rustig verder. Flitslamp of continu lamp? Beide leveren ze erg goed werk, maar met kleine kinderen vind ik continu licht het fijnst werken. Op die manier valt het minder op dat je aan het werk bent en kun je de kinderen op een meer natuurlijke manier vastleggen. Nou, soms heb je ook erg mooi zonlicht wat door kan komen of is die ene lamp net niet voldoende. En daarom heb je dan een reflectiescherm mee om net even wat meer licht te vangen. Hierdoor zorg je ervoor dat je net wat meer licht kunt reflecteren op je onderwerp, waardoor ze wat meer loskomen van de achtergrond of waardoor je wat meer diepte in het gezicht kunt creëren. Nou, als het licht helemaal goed is, kijk dan vooral naar je model en of ze al lekker aan het spelen is. En als dat het geval is, zoals nu, kan je lekker beginnen. Zeker wat betreft speelgoed zullen de ouders het best weten welk speelgoed ze wel en niet leuk vindt. Raadpleeg daarom altijd even de ouders en in veel gevallen zullen ze je natuurlijk graag helpen. Uiteindelijk zijn dit de mensen waar je de foto voor maakt natuurlijk. En als je nou merkt dat ze een beetje is uitgespeeld, dan heb je nog één laatste trucje. En dat is een koekje. Kom maar meid. Wie die? Liever. Pak maar. Ja, goed zo. Ga niet zelf ineens eten geven aan het kind, maar overleg dit altijd eerst met de ouders. Zeker kleine kinderen hebben vaak een vast eetpatroon. En mocht dat nou echt een kliedebol worden tijdens het eten, geen probleem, gewoon blijven schieten. Dit zijn vaak ook hele leuke foto's. Dat waren weer de 5 accessoires voor deze week. En onthoud natuurlijk, het gebruik van deze accessoires biedt geen garantie voor succes, maar ze maken het fotograferen wel een stuk leuker en makkelijker. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.